Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we iets heel erg leuks doen. Want ik zat namelijk na te denken van... wat voor challenge heb ik nog niet gedaan in Season 7? Dat zijn er best wel veel. Maar toen dacht ik van... we hebben nou... nee. Nee, really? Hebben ze dat weg? Oh my. Oké. Hey, wel een llama, though. Hey, wait a second. Oké, wat? Dat mag wel. Dat mag wel. Maar de challenge voor vandaag is dus dat ik alleen maar die plasma guns mag gaan gebruiken om mensen te killen. Niet om lamas te killen. Dat mag ik met een normale gun doen. Daarentegen mag ik natuurlijk ook nog gewoon shields gebruiken, maar het gaat in ieder geval eventjes om die om de plasma guns. Maar ik wilde dus hier landen, want ik was er vrijwel van overtuigd dat je hier die dingen had. Die, let's go. Ik was er vrijwel van overtuigd dat wij hier die henchman chesten zouden hebben. Gewoon blijven schieten. Gewoon blijven schieten. Komt allemaal wel goed. We redden dit wel. We redden het wel. Makkelijk. Oh, big shield. Kom maar even hier. Toppie, dankjewel. Redden we. Beetje tempo maken. Headshotje schieten. Kom op. Let's go. You're mine, bro. Oké, even kijken. Hoe gaan we dit doen? We nemen die mee. We hebben geen minis. Maat, waarom krijg ik geen minis? Ik heb geen minis gekregen? Oplichterij dit. Oké, dan moeten we het zonder minis gaan doen. Dat vind ik wel raar, maar oké. Er lag nog wel een big shield hierachter, want die dropte die lama natuurlijk. Dus die hebben we sowieso nog mooi meegenomen. Nou trouwens, dat maakt helemaal niet uit, want ik heb toch een Chuck Splash. Chuck Splash cannon? Nice. Oh, wait, minis, hallo. Maar voordat we verder gaan, zou heel erg tof zijn als zou je de link in de beschrijving willen checken. Want op 11 en 12 september hebben we namelijk een nieuw evenement in Den Haag. En dat evenement gaat super tof worden, super gezellig. Heel veel mensen gaan erheen. En een kaartje kost namelijk 1,50 per stuk. Dus check even de link in de beschrijving. En wie weet, zie ik je daar wel. En als je dan erheen gaat, hè, dan een mooie trui, hè? Ja, just saying. Oké, maar zullen we even proberen om kills te maken? Of we moeten nog proberen om een tweede te krijgen? Maar hoe we dat gaan doen, I don't know. De enige optie die ik nu op dit moment kan bedenken, is naar Frenzy Farm gaan en dan die chest te openen. Maar Frenzy is weer veranderd, dus... I don't know. Want in mijn hoofd was zeg maar het begin heel... Oeh, een launchpad. Het begin heel moeilijk om kills te maken, maar het einde erg makkelijk. Omdat je dan... Ja, hè, iedereen zit boxed op, dus ja, dan kan je gewoon even... Pew, 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 en dan is hij dood. Ja, ik wilde niet gaan schieten, dus ik moest even improviseren, oké. Oké, wat is hier allemaal gaande? Hebben we hier nog een aantal enemies die ik kan killen? Of als ik nog eventjes... Oh, maar dat is ook heel lekker. Ja, ik hou het wel even zo. Oké, ik hoorde iemand met een rift, daar. Oké, er zijn hier nog heel veel enemies. Hoe gaan we dit doen? Als ik nu namelijk al mijn dingen gebruik... Dan kan ik dat zo meteen niet meer doen. Dus wat ligt daar? Een plasma cannon. Kunnen we gebruiken. Ja, lekker, lekker. Schiet hem low. Oh, maat. Mojo, deze guy die hit mijn kou hard. Neem ik dan deze big shield in? Ja, dat doe ik gewoon. Hoe gaan we dit doen? Hij zit daar binnen. Komt die? Hey, yo, ik werd gesniped al vanaf daar. Oh! Niet helemaal waar ik voor ging, maar oké. Jongens, dit is niet waar ik voor ging! I'm out of here, bro. These guys are sweats. Of tenminste, oké, dat is niet helemaal waar, maar niet uit. Oh ja, trouwens, er staat dat ik weer een Xbox controller heb, maar dat klopt niet. Ik verander hem steeds weer naar mijn PlayStation, maar hij switcht steeds terug als ik voordat het opnieuw opstart. Echt super vervelend. Hoe ga ik dit doen? Want ik ga nooit hun kunnen killen op deze manier, want deze guys zijn wel gewoon goed. Nou, en dat zijn de bots. Mag ik hier... Maat, mag ik hier langs? Thanks. Even die full HP pakken weer. Hoe ga ik dit doen?
Het enige wat ik kan doen nu, is die andere plasma cannon pakken. Maar, ik moet ervoor zorgen dat hij me niet ziet. En laten we eerlijk zijn, dat is onmogelijk. Deze guys zien mij sowieso. Komt ie. Nice. Het zijn niet heel veel hits, though. Dat vind ik jammer. Gewoon zo doen, denk ik maar. Ik pak geen damage. Dat vind ik jammer. Waar zitten ze? I'm out of here, bro! Hell no! Er zit nog een enemy. Wat is dat? Is dat een enemy? Ik weet het niet. Go! Ik heb niet zoveel shots, maat. Ik heb niet zoveel shots. Wat hoor ik naast me? Oh, dat is die bot. Oké. Okay. Hier naar binnen. Launchpad. Nice. Ik wil zo'n nieuw ding hebben. Kan dat? Kan ik dat fixen hier? Is hij weg of zo? Of is hij al dood of zo? I don't know, bro. Die bot is voor mij al weg. Nog eentje? Nee. Wel een inflated boel, maar... Ik vind mijn shields wel erg belangrijk. Wait, Rick. Wacht. Dit is 10.000 keer slimmer, Rick. Want nu kan je tenminste zien waar ze zitten. Hersens, Rick. Hersens. Is af en toe een beetje moeilijk, hoor. Ik ga niet liegen, maar... Maar die is wel al geopend. Oh, dat is een safe zone! Oh, hell no, bro! Waarom is de safe zone hier? Hoe ver moet ik? Ah, valt mee. Valt mee. Hoe ga ik dit doen? Ik weet het niet, oké. Ik kan mijn bounce pads nog gebruiken. Ik heb nog 2 launchies. Maar aan de andere kant, ik heb ook gewoon een chuck cannon. Dus ik hoef helemaal geen haast te maken. Want ik heb 2 loaders en een chuck cannon. Dus ik kan niet blijven zitten. Trouwens, hè, dit ding doet me echt denken aan Totally Spies of zo. I don't know waarom. Maar dat ze dan zo naar beneden komen en dan van, yo, I'm Totally Spies. Oké, maar deze guys blijven hier zitten. Maar ik dan ook. Nog 20 seconden. Durdum. James Bond stijl. Ah, nu gaat hij dus weg. Oké. En dat betekent dat wij nu ook tijd hebben om weg te gaan. Dus misschien zien wij nog binnen 6 seconden iets liggen. Maybe. Nope. Oké, dan wordt het ook tijd om weg te gaan, denk ik. Geen gouden dingen. Nope. Erg jammer. Ja, gewoon persoonlijk vind ik dit erg jammer. En daar is nog iemand gelaard. Nee, niet. Oké. Ik heb gewoon nog... iets meer dingen nodig. Er zit iemand letterlijk voor mijn neus houden. Hoe ga ik dit doen? Want ik zit letterlijk in een lobby waar zeg maar iedereen nog best wel gewoon decent is. En iemand heeft zijn eigen PayPal als naam. Damn, bro. Respect the grind. Maar hoe ga ik dit doen? Oké, die guy blijft daarheen pushen. Ik heb materials nodig. Wait. Ik denk dat dat de play is. Ik denk dat materials de play is vandaag. Ja, de materials doe je niet door de play heen of zo, maar ja. ik vind het gewoon een beetje spannend, oké? Want ik wil hem proberen echt te winnen. Maar het is zo verrekkers moeilijk. Als ik veel mats heb, dan kan ik volledig iedereen inbouwen. En dan is iedereen bang. En dan kan ik ze zo op het einde, kan ik ze gewoon allemaal even door een kopje heen schieten met het ding. Ik kan daar niks tegen doen met mijn plasma cannon. Want ik moet rekening houden met de eindsafe zone. Anders ben ik dood zo meteen. Ik wil zo graag jullie pushen, jongen. Zo graag. Zo freaking graag. Maar het kan echt niet. Als ik dat doe... Wait. Hier. Jongens. Pak hem maar. Nee. Oké. Oh! Hey bro. Leave me alone. Zo moeilijk is het er niet. Ik zit met iemand anders in de gunfight. Niet met mij. Maar alle zijn gekken, hè. Komt er, hè. Plasma kunnen. Nee, wel een real gun. Zal ik er trouwens ook een keer een only challenge mee doen? Een real gun only challenge, hey? Hey, just say it, zou best wel sick zijn. Wel ook echt verrekkers moeilijk, maar niet uit. Oh, pak die auto, please. Please, loop door. Je ziet mij niet, dankjewel. Maar ik moet iedereen legit dodgen. En dat haat ik, want ik heb maar 4 plasma cannons. 4. Come on, laat me gewoon alleen. Laat me gewoon alleen. Nogmaals, ik heb maar 4 plasma cannons. 4. Dat zei Gio ook. even kijken, hebben wij nog een plasma cannon? Please. Oké, gewoon
Ik smeek het je om mij nog één zo'n ding te geven. Want nu kan ik legit helemaal niemand pushen. Zometeen vraagt een van je ouders of vrienden of vriendinnen vragen aan jou. Erik? Waar ik? Huh? Wat? Ik bedoel, aan jou vragen ze dan, waar heb je dan vandaag naar gekeken? Ja, ik heb naar een YouTuber gekeken die dan, zeg maar, al ongeveer een kwartier lang geen kills heeft gemaakt. ja, hey, hoort er soms ook bij een challenge, hè? Is ook een challenge op zichzelf. Er is wel echt complete chaos geweest. Ik zie daar heel veel loot daarachter. Ik ga het niet kunnen pakken, maar... Zit daar iemand? Ligt daar niet nog plasma cannon? Je hebt me gezien. Yo. Sorry bro, ik weet dat het is echt... Het is echt heel ski... Hij schoot me letterlijk door de blaadjes heen. Get out, bro. Get out. Wat doe jij nou? Oh. Yo. Niet mij hitten. Nee. Gewoon zo doen. Dankjewel. Oh, maat. Waarom is het ook zo fucking druk hier? Daar is nog iemand. Get out! Ik ga hier gewoon in een bosje zitten of zo. I don't care. Nee! Maat, oké, deze guy is zo naar. Go. Nee, laat mij gewoon alleen, oké. Zo moeilijk is het niet. Er zijn hier zoveel enemies en je moet precies mij hebben. Dat hoeft niet, oké. Dat hoeft echt niet. Okay, die guy is weg, top, oké. Nog 6 andere enemies over. Ik heb nog steeds 4 van die dingen. Mijn mats beginnen op te raken. Langzaamaan. Niet maar alle 2 pushen, guys. Is niet nodig. Kijk, kill gewoon die andere guy. En laat dan gewoon die Recon Scanner liggen, alsjeblieft. Oh, nice. Ik moet hem killen. Ik moet hem killen. Let's go! I'm kapot, goede loot! Nee. Was dit het waard? Was dit het legit waard? I mean, als ik dit challenge... Als ik dit challenge niet had gedaan, hè, maat. Dan was ik echt binnen. Had ik dit potje makkelijk gewonnen, oké. Gewoon 200% zeker. Maar nu... Ik moet legit een gouden scar in een gouden pump laten liggen. Heartman broke so many times. Ja, ik heb maar 1 ding. Hoe ga ik dit doen? Zelfs dit lag er nog. Zelfs nog andere scar. Like, maat. En als we zo doen, dan ziet niemand die pump. Wait. Dat is misschien legit een tactiek. Wait. Dat doen we zo. Gooien we die daar beneden toe. En dan heeft niemand een scar en een pump. En dan komen we er nog wel goed vanaf, denk ik. Maar nu is de volgende vraag. Ik wil daarheen. Misschien ligt daar nog wel zo'n ding. De kans is klein, though, maar... Er zit daar niemand. Oh. Oké, checken. Nee. Ligt er echt niet iets anders of zo? Please. Er zit wel nog een airdrop hierboven. Weer een scar. Heb ik niks aan. Ik heb niks aan een scar, guys. Even zien. Ik wil alleen 1 plasma cannon nog hebben. 1. Lekker. Ik kan het niet doen. Ik kan het niet doen. Sorry, bro. Nee. Get out. Just leave me alone.
Je gaat me alleen laten. Maat. Wat zat er niet in? Wat? Yo, I'm out of here, bro. Yo. Zijn dat de laatste guys? Dat zijn de laatste guys! Dat zijn de laatste guys! Dat is de laatste... Oké, laatste persoon. Laatste persoon. Hoe gaan we dit doen? Hij kwam proberen te pakken of zo? Of niet? Wachten. Hij heeft ook een chuck cannon. Nee, waarom heb jij nou ook een chuck cannon? Ik dacht... Oké, dit gaat heel naar worden. Dit gaat echt naar worden. Ik heb één cannon, hè. Ik heb er één. Hoe ga ik dit doen? Hoe? Die guy weet niet dat ik hier zit. Dat stopt trouwens. Heeft geen idee. Heeft hij me gezien? Hij heeft me sowieso gezien, toch? Hij heeft me sowieso gezien, toch? Hij heeft wel weinig mats, denk ik, of niet? Hij heeft me niet gezien? Hij heeft me niet... Wat? Maat, dan ben je wel echt schil. Nice. Komt ie. Oké. Okay. Wait. Ik heb één kans. Dood? Hij is niet dood. Die is near dead. Hoe ga ik dit doen? Dit ga ik niet kunnen doen. Dit ga ik niet kunnen doen. Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Hoe moet ik dat doen, man? Ik had weer geen mats. Damn it. Als ik nog maar eentje... Als ik gewoon één ding meer had, hè. Dan had ik het kunnen doen. Als ik één plasma cannon meer had gehad, dan had het gekund. In ieder geval, dankjewel voor het kijken naar deze video. Vergeet even een blauw duimpje achter te laten. Heb je nog een andere challenge? Laat het ook zeker weten in de reacties. En hopelijk zie ik je morgen weer bij 9:30 op mijn kanaal. Ciao.